Hoi en welkom bij deze nieuwe video op het kanaal van Laura Schrijversview. Leuk dat je kijkt. In deze video wil ik een korte update gaan geven, dus als je daar benieuwd naar bent, kijk dan vooral verder. Afgelopen donderdag was de deadline van mijn Z-overslag. Het verslag dat ik in moest leveren voor het zelfstandig ondernemen traject dat ik volg en waarmee ik nu af aan het studeren ben in mijn eigen onderneming. Het zijn nog maar een aantal weken dat ik op school zit en daarom leek het me goed om eventjes een update te geven over waar ik nu allemaal mee bezig ben en wat de laatste stappen zijn tot afstuderen hopelijk. Dus afgelopen donderdag was de deadline om mijn strategisch plan in te leveren. Ik heb een onderzoek gedaan naar nieuwe kansen voor mijn bedrijf en professionaliseren richting de toekomst van mijn bedrijf. En daar heb ik een plan omheen gemaakt. En dat heb ik dus afgelopen donderdag ingeleverd. Daarnaast moest ik nog allerlei bijlagen inleveren, zoals bewijslast en metingen over professioneel handelen. En ja, nog allerlei verschillende bijlagen die bij mijn strategisch plan horen. Dus dat heb ik allemaal ingeleverd donderdag. Dus daardoor was het best wel een drukke tijd om die deadline ook te halen. En wat ik nu daar nog voor moet gaan doen, is dat ik aankomende woensdag moet ik dat strategisch plan en mijn proces van het zelfstandig ondernemen traject gaan verdedigen in een assessment. En bij dat assessment zit een deskundige uit het bedrijfsleven en mijn coach en buddy van het zelfstandig ondernemen traject. En dan moet ik dus eerst mezelf voorstellen, een pitch geven over mijn bedrijf. En dan worden er allemaal vragen aan mij gesteld over het plan dat ik heb ingeleverd. Dus ja, dat is natuurlijk nog wel spannend, waarin ik mijzelf moet gaan verdedigen. En ja, daarna, de week daarna, heb ik dan een gesprek waarin de resultaten met mij worden gedeeld. De week daarna heb ik nog een etentje als afsluiting van het zelfstandig ondernemen traject. En de week daarna, als alles goed is, dan kan ik dan mijn diploma op gaan halen. Naast het zelfstandig ondernemen traject moet ik nog iets anders doen om ook eigenlijk te verdedigen waarom ik de gehele opleiding heb gehaald. En dat gaat aankomende donderdag gebeuren, want dan heb ik dus een assessment over mijn hele opleiding. En dan mag ik dus verdedigen waarom ik alle eindkwalificaties heb behaald. Zoals ik dus al zei, heb ik een onderzoek gedaan naar kansen voor mijn bedrijf. En ik heb ook een grote kans voor mijn bedrijf gevonden. Nou, heel veel kansen natuurlijk, want er zijn altijd dingen te verbeteren. En inderdaad in die professionalisering naar de toekomst, bijvoorbeeld mijn uitingen op social media optimaliseren, meer strategische content maken. Er zijn heel veel kansen natuurlijk. Maar één kans, die sprong er wel bovenuit. En daar ben ik dus nu ook heel erg druk mee aan de slag gegaan. En ja, ben ik allerlei stappen in aan het nemen. En ik hoop dit heel snel met jullie te kunnen gaan delen. Maar ik wil dit in één keer goed lanceren. Dus daar zit natuurlijk wat voorbereidingswerk aan vast. En ik hoop dus dat ik dit heel snel met jullie kan gaan delen. En ik denk dat dat een hele leuke toevoeging gaat zijn aan mijn bedrijf. Afgelopen donderdag, toen ik mijn verslag dus om 12 uur 's middags in moest leveren, dat was eigenlijk helemaal een bijzondere dag, want er zijn nog veel meer dingen gebeurd. 'S middags, nadat ik mijn verslag in had geleverd, moest ik namelijk nog best wel een belangrijke beslissing maken voor dus de nieuwe kans waar ik het net over had. Dus dat was spannend. En daarna, 's avonds, ging ik ook nog naar een evenement toe. Namelijk naar het evenement van het Hippies College Limburg over paardenwelzijn. Het evenement heette Paardenwelzijn op de agenda. Hier was een avond die helemaal in het teken stond van paardenwelzijn. En werden eigenlijk allerlei verschillende meningen gedeeld. Er was een panel en ook het publiek moest interactief meedoen. Dus als je zelf iets wilde delen, dan kon je hand opsteken en kon je je eigen mening delen. En dat deden dus ook veel mensen. Zo ontstond er eigenlijk een discussie. En ik zat daar dus ook bij. Ik vond het interessant om dat allemaal te luisteren. Maar daarna kreeg ik spontaan het podium om ook te vertellen wat ik met mijn bedrijf bijdraag aan welzijn, aan paardenwelzijn. Maar natuurlijk ook in de gezelschapsdierensector waar ik me op richt, op hippies en gezelschapsdieren. Dus ja, dat was natuurlijk wel eventjes spannend en spontaan dat ik mijn verhaal kon vertellen. Maar natuurlijk wel heel erg leuk. En ja, ik probeer natuurlijk een bijdrage te leveren aan dierenwelzijn door positieve beelden te verspreiden en daarmee andere mensen te inspireren. Ik heb ook een post gemaakt naar aanleiding van die avond op Facebook en op Insta. Dus als je dat wil lezen, dan kun je eventjes naar die kanalen gaan. Dan zul je het vast snel tegenkomen als je dat interessant vindt. Maar ja, dat was dus ook nog
nog wel een hele bijzondere avond. Want daarna kreeg ik ook veel positieve reacties daarop. En ja, is natuurlijk heel erg leuk dat ik de microfoon kreeg om dit te delen. Daarnaast ben ik ook bezig met leuke opdrachten voor mijn bedrijf. En ja, nu dus nog eventjes te focussen op het afstuderen. En langzaam steeds meer naar mijn eigen bedrijf. Wat natuurlijk super leuk is. Dan was dit ook de update. Ik hoop dat je het leuk vond om eventjes te horen waar ik nu allemaal mee bezig ben. En wat de volgende stappen nog zijn. Ik hoop dus dat ik snel de nieuwe kans kan gaan lanceren. En ja, dus bekend kan gaan maken aan jullie. Ik hoop dat jullie dat ook heel erg leuk gaan vinden. Als je deze video leuk vond, vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te doen. Een reactie achter te laten. En vergeet zeker ook niet te abonneren op dit kanaal. Zodat je de volgende video niet mist. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!